Ja, zeker nog wel even. Ja, maar dat gaat goed hoor. 6 jaar geleden, toen werkte mijn nieren nog voor 40%. En dat is langzaamaan eigenlijk gewoon afgebrokkeld tot op het laatste moment een 9%. Ja. Ja, want hoe zag het eruit hiervoor? Dat ging wel weer goed vandaag. Vervelend. Weinig energie. Niet kunnen doen wat je wil doen. Niet te kunnen zijn voor je gezin. Dagjes weg ging niet. Vakanties gingen niet. Allemaal ja, op een heel laag pitje. Echt plannen. Een dagje iets ondernemen is gelijk een dag daarna bijkomen. We hebben een stukje geplaatst in het Algemeen Dagblad. Dat was mijn laatste kans eigenlijk wat we konden doen. En we hadden zoiets van, we zien het wel, kijken wat er reageert. Nou ja, daar heeft eigenlijk één iemand gereageerd. Ja, dat is geweldig. Ik bedoel, dat geeft zoveel extra's. Dat is natuurlijk, ja, hoe iemand kan bedanken natuurlijk hiervoor, want dat is niet iets wat je zomaar doet. En wat heeft hij je daarmee gegeven? Een nieuw leven. Ja, daar gaan we wel voor. En dat is ook zeker de prognose die we hebben. We krijgen weer meer energie. We gaan steeds meer, we kunnen weer wat dingetjes ondernemen. Het is een lang traject hoor, van mijn kant. Ik bedoel, we zijn nu 4 maanden verder. Maar we gaan echt wel, we zien het heel zonnig tegemoet. Wat hoopt u voor uw familie en al die andere mensen die wachten? Nou, hetzelfde wat mij is overkomen. Dat geluk. Ik bedoel, het is, ja... Tuurlijk, als ik zie wat het kan betekenen en wat het kan opleveren, ja, dat hoop je natuurlijk voor iedereen. Kinderen halen eigenlijk zo'n ding? Nou, mijn donor heeft aangegeven dat met hem gaat het gewoon hartstikke goed. En hij kan een heel mooi leven nog hebben met 1 gezonde nier. Dus ja, dat is natuurlijk een geweldig gegeven dat kan. En daardoor hoop je dat mensen uiteindelijk ook zich gaan verdiepen in dit verhaal. En gaan denken van ja, ik kan iemand anders een heel mooi leven schenken en zelf ook nog een heel mooi leven houden. Ja.